Hallo iedereen, ik ben Silke van Silkevlogs en in deze video ga ik jullie mijn favorieten van de afgelopen maand delen. Ik heb de afgelopen maand heel veel nieuwe producten mogen proberen en uittesten en ik heb echt heel veel dingen ontdekt waarvan ik dacht, wauw, dit is echt goed. Dat wou ik jullie allemaal niet onthouden, dus bij deze ga ik alles vertellen over mijn favoriete producten van de afgelopen maand. Ik ga beginnen met de verzorgingsproducten. Jullie weten misschien dat ik echt heel erg into skincare en verzorging ben. Omdat ik heb zelf echt een heel moeilijke huid. Ik heb echt heel veel last gehad van acne, van droge huid. Dus als ik mijn huid niet goed verzorg, dan is het echt een drama. En daarom vind ik het altijd heel leuk om nieuwe producten voor mijn gezicht uit te proberen. En nieuwe super fijne producten te ontdekken. Zoals bijvoorbeeld dit masker van Lirac. Het is een heel hydraterend masker. Hydragenist, ja, ik weet niet super goed hoe ik het moet uitspreken. Moisturizing Rescue Mask. Echt een heel fijn masker. Ik heb heel vaak dat mijn huid wat droger is. En dan vind ik het heel fijn om even dit masker aan te brengen. Even laten intrekken. En dan voelt mijn huid gewoon veel meer gehydrateerd. En het is ook gewoon heel licht. Het verstopt mijn poriën niet. Dus het is hoe het eruit ziet. Het is gewoon een hele lichte crème. Die echt goed intrekt in de huid. En gewoon dat voelt zo zalig. En het ruikt ook lekker. Heel deze lijn, die, ik weet niet of die al op mijn blog staat, maar die komt er sowieso aan als die er nog niet op staat. Kei fijne producten, echt waar allemaal, maar vooral dit masker staat bij mij gewoon in de badkamer, zodat ik het regelmatig kan pakken. Ik heb nog een masker getest deze maand en daar was ik ook echt keiharde fan van. En dat is het Glam Glow Flash Matte Brightening Treatment. Het is gewoon een masker met een fijne korreling. Dat je eerst moet inmasseren in de huid, zodat je een beetje exfolieert. En dan werkt het gewoon heel oplichtend en het maakt je huid heel stralend. Ik heb dit masker getest en ik heb het nu al een paar keer gebruikt. Mijn huid ziet er gewoon echt stralender uit. En deze is echt zeker een aanrader, de Glam Glow Flash Matte. Deze Dr. Babar Lifting Cellular Botox Lift Serum. Ik ga het debat over botox even niet openen, maar dit is dus gewoon een soort van roller die eigenlijk een beetje dezelfde werking heeft als botox. Het is een serum dat je huid ontspant, dus als je het aanbrengt over een rimpeltje of een lijntje, dan gaat dat eigenlijk je huid glad maken en je gaat dat ook veel minder opspannen. Dus hier heb ik altijd een lijntje. Het is niet echt dat dat een rimpel is of zo, maar daarop heb ik dat dus uitgeprobeerd om te zien of dat dit echt werkt. En ik heb dus een paar dagen aangebracht en na de eerste keer merkte ik eigenlijk al dat het een beetje gladder bleef tussen mijn wenkbrauwen. En na een paar dagen vond ik echt wel dat het dat mijn huid goed gevoed was en dat lijntje gewoon veel minder bleef staan. Dus deze is echt gewoon echt een wondermiddeltje. Ik was deze maand een van de gelukkigen die de producten van de Moisture Surge lijn van Clinique mocht uitproberen. En daarbij zat dit Hydrating Supercharge Concentrate. Een heel fijn serum dat je apart kunt gebruiken of onder je dagcreme. Ik gebruik het gewoon voordat ik mijn dagcreme aanbreng. En het hydrateert mijn huid gewoon meteen en mijn huid is nog nooit zo goed gevoed geweest. Ik heb echt helemaal geen droge plekjes meer en ik denk echt dat het door dit serum komt. Want ook gewoon als je het aanbrengt, je voelt meteen dat je huid helemaal glad wordt. Deze werkt helemaal niet verstoppend of laat geen vet laagje achter. En dat vind ik wel heel belangrijk bij een serum en bij gewoon alle verzorgingen over het algemeen. Dus deze kan ik nog eens uitleggen. Clinique Moisture Surge Hydrating Supercharge Concentrate. Heel fijn. Echt een topper. En dan nog één gezichtsverzorgingsproduct. Mensen die mij kennen, die weten dat ik word altijd keikwaad als mensen geen zonnecrème aandoen. Beschadiging door de zon is echt de allergrootste oorzaak van huidveroudering. Dus als je huid niet beschermt tegen de zon, dan kun je nog zoveel anti-rimpelcrèmes gebruiken. Je huid gaat verouderen. Zet gewoon een busje zonnecrème op je lavabo en smeer je er elke dag mee in. Klaar. Maar veel mensen, en dat snap ik ook en dat had ik zelf ook heel lang, vinden geen goede zonnecrème voor hun gezicht. Want een zonnecrème voor je lichaam, dat werkt wel voor je lichaam, maar dat laat wel een laagje achter. En dat kan ook zo voor die witte waas zorgen. Dat kan ook gewoon je poriën verstoppen en dat is gewoon echt helemaal niet aangenaam. Dus ik ben altijd kei blij als ik een nieuwe zonnebescherming kan uittesten die dat wel op mijn gezicht werkt. En deze Ikari Serum Solaire met SPF 50 is echt top. Hij heeft SPF 50, wat dat echt super goed is. Het is gewoon best als je elke dag insmeert met SPF 50, uiteraard. En hij is gewoon heel vloeibaar, hij plakt niet, hij verzorgt mijn huid ook ondertussen. Mijn poriën raken niet verstopt, ik heb geen last van een vette huid of zo. Dus deze is echt gewoon
supergoed. Keihard gewoon een aanrader. Ik zal hieronder ook een linkje zetten waar je ze kunt bestellen en naar de blogpost die ik erover schreef. Want deze. Je moet dat hebben. Je moet dat hebben. Oké, dat was alles van gezichtsverzorging. Nu ga ik door naar de make-up. Omdat ik helemaal niet bruin word van de zon. En ik smeer mezelf gewoon altijd keigoed in. Dus ik vind het ook gewoon niet belangrijk om bruin te worden van de zon. Want ik gebruik gewoon heel het jaar zelf bruiner. Slim, hè? Laten we zeggen dat ik 2 of 3 keer per week insmeer met zelfbruiner. En ik gebruik daarvoor allerlei soorten. En ik vind het altijd kei leuk om nieuwe zelfbruiners uit te testen. Maar ik merk dat er weinig budgetproof zelfbruiners zijn die dat echt ook goed zijn. Die dat egaal zijn. Die dat gewoon een mooi kleurtje geven. Daar heb ik dus een uitzondering op gevonden. En dat is deze zelfbruiner van Saint Maurice. Ik gebruik het liefst een mousse. Ik vind dat gewoon iets gemakkelijker aanbrengt dan iets anders. En ja, het fijne aan deze is, die kost helemaal niet veel. Ik denk dat die 8 euro kost en je kunt die bij het kruidvat bestellen. Het heeft een heel mooie natuurlijke kleur. Er zit ook veel groen in, waardoor dat je er niet oranje gaat uitzien. Laat geen vlekken achter. Is gewoon, de mousse zelf is ook gekleurd, dus je kunt goed zien waar je hem al hebt aangebracht en waar niet. En ja, ik gebruik die ook al kei lang en ik vind gewoon echt dat ik er iets over moet zeggen. En ik heb gewoon een nieuwe bus gekocht. Dus ik dacht, het is het ideale moment om even te vermelden in mijn favorieten. Echt een hele fijne. Als je nog op zoek bent naar een goede zelfbruiner, Saint Maurice. Zeker proberen. Echt topproduct. Een paar weken geleden mocht ik naar een event van Beauty Blender om gewoon informatie te krijgen over de Beauty Blender. En we kregen ook een aantal Beauty Blenders mee naar huis. Ik had zelf al wel met sponsjes gewerkt, maar nooit met de echte Beauty Blender. En dat heb ik dus voor het eerst gedaan. En ja, ik ben fan. Als ik mijn make-up heb gedaan met de Beauty Blender, zie alles er super natuurlijk uit. Ik krijg echt complimenten van wauw, je ziet er zo stralend uit en het geeft op en zo. Echt kei fijn. Dus ik gebruik hem echt bijna elke dag. Het is echt gewoon een heel, heel fijn ding. En gewoon ook zo satisfying om in te knijpen. Omdat mijn huid er tegenwoordig echt gewoon heel goed uitziet, omdat ik ze goed verzorg en goed bescherm tegen de zon, vind ik vaak dat voor overdag een foundation iets te veel dekking geeft. Dus dan kies ik eerder voor een getinte crème. En ik vind zelf deze CC cream van Le Couleur Noir heel fijn. Want die geeft een klein beetje dekking, maar niet superveel. Dus het ziet er echt altijd heel natuurlijk uit. En het bevat ook een beetje SPF, dus dat is ook altijd goed en verzorgt mijn huid ondertussen ook. En als ik die gebruik ik altijd mijn borstel en ik krijg altijd complimenten van wauw, heb je geen foundation op? Maar ik heb dan stiekem wel foundation op. De producten van Le Couleur Noir zijn ook echt speciaal ontwikkeld voor vrouwen die een gevoelige huid hebben. Dus ze zijn heel verzorgend, je kunt er niet allergisch op reageren. Heel, 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 heel fijne producten en deze CC cream is echt een van mijn favorieten. Ik heb deze maand ook een favoriete lipkleur, yay! Ik heb, normaal draag ik helemaal geen nude lipkleuren. Maar toen ik deze Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream van Sleek in de kleur Birthday Suit meekreeg, dacht ik, ja, ik moet die wel eens uitproberen. Dus dat heb ik gedaan en die is echt keimooi en ik ga die nu aanbrengen. Dit is de kleur. Ik hoop dat je het goed kunt zien. Voilà, dit is hoe dat de kleur eruit gaat op mijn lippen. Het is zo een heel subtiel kleurtje, maar het is zo echt zo'n My Lips But Better kleur. Ook gewoon de matte finish is kei mooi, ziet er altijd stijl wel uit. En ik heb hem ook al op veel andere mensen gezien en dat zag er eigenlijk altijd wel heel mooi uit. Het is leuk dat hij er altijd anders uitziet, maar altijd echt heel schoon. Dat was ook de make-up. Ik heb nog 2 favorieten. 1 is voor het haar en 1 is een fashion favoriet. Ik zal beginnen met die voor het haar. Deze heb ik echt al lang en die heb ik al eens als favoriet aangewezen. Maar ik vind het toch opnieuw dat hij een plekje met mijn favorieten verdient en dat is de Olivia Garden Kidney Brush. Ik gebruik deze borstel altijd voor alles. Om mijn haar gewoon te kammen, de knopen eruit te halen, om te brushen, om te touperen, om echt gewoon altijd. En dat is echt de ideale borstel voor alles. Heel vaak vragen mensen aan mij, heb je tips over hoe dat je haar langer en voller kunt houden? Een van de belangrijkste tips voor mij, gewoon koop een goede borstel. Want van die borstels die dat zo een plastic haar met bolletjes op hebben, die trekken eigenlijk je haar uit. Ik zie dat ook gewoon letterlijk gebeuren. Als ik mijn haar met zo'n borstel kam, dan breekt dat gewoon af. Hij is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de Mason Pearson. En ik heb gewoon echt gemerkt dat sinds dat ik deze borstel gebruik, dat mijn haar veel sneller kan groeien, veel minder snel afbreekt. En dat het gewoon veel gezonder is. En dan mijn laatste favoriet, die
hebben jullie al wel gezien, denk ik. Dus op dit moment is de campagne dus live. Ik ben dus een van de vier gezichten van de Bullboxer festivalcampagne. Dat was in lijn met vier paar schoenen, vier paar van die zwarte botjes. Alle vier de bloggers die dat gezicht waren van de campagne hebben ook alle vier de schoenen opgestuurd gekregen. Dus ik ook. En ik vind ze echt super nice. En ik heb er ook gewoon zo'n speciale band mee, omdat ik daar zo het gezicht van ben, is dat zo echt kei leuk. Dus ik heb twee paar, ik vind ze allemaal super mooi, maar twee paren van de vier zijn echt super. En dat is uiteraard gewoon mijn paar. Allee, ja, mijn paar. Dus het paar dat ik aan heb op de foto's. Ze zijn echt super cool, comfortabel, zien er stoer uit. En ja, passen gewoon echt bij alles, vind ik persoonlijk. En ook gewoon, ze zijn echt gewoon echt mijn stijl. En dan dit paar met de gouden details vind ik ook echt super leuk. Ook kei leuk voor onder een skinny jeans. Dus deze is ook sowieso een favoriet. Ik zal hieronder ook linken naar de campagne, zodat je de foto's kunt zien en misschien ze zelf kunt aanschaffen. Dit waren mijn favorieten van de maand. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Laat me zeker weten wat je van alle producten denkt. Als jullie nog vragen hebben over de producten of zo, laat me zeker weten. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Als dat zo was, mag je zeker een duimpje omhoog doen. En als je nog niet geabonneerd bent, dan zou ik dat echt super leuk vinden als je dat zou doen. Dat kun je ook doen door op deze bol te klikken. En dan wil ik jullie graag nog heel erg bedanken om te kijken. En tot de volgende keer.